Maar is, ga er nu een keer zeggen dat dat lijkt geweest is, hè? Dus nadat ze veroordeeld? Nadat ze veroordeeld, ja. Zeg, ja, ik ben akkoord, hè. Ik ben akkoord, hè. De dag erna, hè, ja. Zijn we naar meneer Martens gegaan. En ja. Dan hebben we hem de bellen naar het einde, naar de Pool. Meneer Dupont? Ja, meneer de Pool, de directeur dan, hè. Van? Van het zuigenfabriek. Ah, ja. En dan hij tenen. Die Dupont. Kukkelberg doen roepen, hè. Die Dupont heeft dan die Felix Kukkelberg bij hem doen komen. Doen komen. Ja. En Kukkelberg zei gezegd, ik weet wie dat is. Dat is voor je zoon te geven, zei. Ja, Kukkelberg zei de directeur dan, dat is de vuil. Ah ja. En dus die directeur heeft Felix Kukkelberg zo'n beetje onder druk gezet om zich aan te geven. Ja. Naar waar zijn ze dan getrokken? En dan zijn we naar de advocaat getrokken van die vier personen. Die veroordeeld. Die veroordeeld waren. En die er niet bij waren. En die er niet bij waren. En dan hebben we dus dat al ons dingen gezegd. Wat het was, hoe het was. Die er niet bij, wij wel. Ah. En dan heeft Felix Kukkelberg gezegd, ja, ik heb het gedaan. Dan heeft hij vastgezeten dus. En, hoe lang? Ja, niet zo geweldig lang. Hoe lang is dat? Ja, een maand. Een maand en een half misschien. En is die dan, zijn jullie dan ook voor het gerecht moeten komen? De ja, andere zeven? Die is ook nee, voor... Nee, die zeven. Die andere die, zeven. Die andere zeven zijn niet moeten komen. Nee. Hoe? Zijn die voor het gerecht moeten die... komen? Nee, nee. En zou dan een advocaat gaan zeggen dat zij erbij waren? Mededaders ja. waren? Wij zijn wel voor de raadkamer gekomen en we zijn er weggesteerd. We zijn naar huis gesteerd. Vrijgelaten. Vrijgelaten. Voor de raadkamer, van Leuven dus. De medeplichtigen zijn dus... Vrijgelaten. Door de raadkamer, ja. In maart 1953 verscheen Felix Kukkelbergs voor het Hof van Assise van Brabant. Hoewel hij tevoren had bekend, antwoordde de jury ontkennend op de vraag of hij vrijwillig en met het oogmerk te doden op Louis Pitonville zat geschoten. Kukkelbergs ging vrij uit en werd triomfantelijk met een door zijn werkgever bestuurde wagen naar zijn geboortedorp Gladbeek teruggevoerd, waar hij plechtig werd gehuldigd. Maar meneer Vuchelen, hoe verklaart je nu dat er 8 mensen die bekennen dat ze deelgenomen hebben aan een overval, dat ze iemand om het leven gebracht hebben, dat diegene die geschoten heeft, dat hij dat ook bekent, en dat die alle 8 vrij kunnen uitgaan? Hoe verklaart u dat? De weerstand was machtig aan meneer De Wilde, na de oorlog. Dat zal wel. Hè?